De VIA heeft een wijziging doorgevoerd wat betreft de eerste bocht van het circuit in Canada voorafgaand aan de Grand Prix die vanavond om 8 uur Nederlandse tijd begint. Het gaat om de barrière bij de bocht die aan het begin van het weekend was verlengd. Veel coureurs waren namelijk niet blij met de verlengde barrière die eerder voor gevaar zou zorgen dan dat het meer veiligheid creëert. Er waren na de vrije trainingen op vrijdag ook al gesprekken over het veranderen van deze barrière naar klachten van de coureurs, maar op zaterdag bleef de situatie bij de bocht hetzelfde. Voor de race op zondag is de VIA echter toch overstag gegaan. De laatste 4 meter van de barrière is nu verwijderd, waardoor het voor de coureurs makkelijker is om veilig bij of na bocht 2 de baan op te komen. Nou, daarmee voert de VIA dus voor de race van zondagavond een verandering door die effect kan hebben op de coureurs die tijdens de race in de fout gaan. De wijziging is gedaan om de mogelijkheid te voorkomen dat een auto afgaat op de eerste bocht en met hoge snelheid over de uitgang van de tweede bocht komt en mogelijk een andere auto raakt. Na overleg met de coureurs voeren we de wijzigingen door zodat ze gemakkelijker weer kunnen deelnemen. En zullen we deze oplossing verder verfijnen voor toekomstige evenementen. Ze laten woordvoerder van de Via weten tegenover Autosport. En ondanks alle regen en uitgedeelde penalties kwam Verstappen zonder kleerscheuren door de zaterdag in Montreal. De Nederlander begint, net zoals vorig jaar, op pole position aan de Grand Prix van Canada. De vraag is dus nu in wat voor weer dit allemaal gaat gebeuren en of we een herhaling krijgen van de zaterdag. Ja, daar hebben we natuurlijk deze prachtige graphic voor. Want het lijkt erop van niet. De temperatuur rondom de race in Montreal zal oplopen tot maximaal 20 graden met bewolking. De kans op flink wat wind is ook groot. Maar de kans op regen is momenteel maximaal 15%. En Lewis Hamilton zal proberen Max Verstappen en Fernando Alonso uit te dagen nadat hij bij de hectische kwalificatie als vierde over de streep kwam. Na de uitgedeelde gridstraffen schoof de Brit door naar P3. En in een interview, na de kwalificatie dus, bij F1 TV, vertelt Hamilton de reden waarom de kwalificatie voor alle coureurs zo lastig was. Hij benadrukt het feit dat hij, gezien de omstandigheden, toch best wel goed heeft gedaan. Het was helemaal niet slecht. Het was eigenlijk wel indrukwekkend van onze kant. Het zijn de moeilijkste omstandigheden en de strijd om de banden op temperatuur te krijgen met een baan die constant van nat naar droog gaat. Ik had een betere plek verwacht, maar ik denk dat we kunnen verbeteren. Ik denk dat het podium zeker een optie is. We zullen ervoor vechten. Zo laat hij weten tegenover F1 TV. En Sergio Perez erkent dat hij samen met Rebel Racing tijdens Q2 een verkeerde inschatting heeft gemaakt. De Mexicaan kwam in de sessie niet verder dan P12 en moest dus wederom genoegen nemen met een startplek buiten de top 10. Dit kwam, zo weet ook Perez, door een inschattingsfout van zowel hemzelf als het team. In de persbericht van Rebel Racing laat Perez weten dat de banden het grootste probleem waren tijdens de chaotische zaterdag. Ja, vooral in Q2 ging de Mexicaan met zijn team in de fout door te laten wisselen naar de softband, terwijl de rest van het veld al lang op die band een tijd had neergezet en ja, toen begon het te regenen. Zo start Perez dus niet voor het eerst dit seizoen buiten de top 10 aan de race. De Mexicaan heeft er wel vertrouwen in en wil in Montreal beginnen aan een inhaalrace. Het doel voor morgen is natuurlijk om door het veld te rijden en een sterk resultaat neer te zetten. Er kan van alles gebeuren in de race. We zullen ons hoofd erbij houden, s'nachts hard werken en proberen de schade te beperken. Zo zei hij gisteren na afloop van de kwalificatie. Ja, denk je dat Perez het allemaal gaat lukken of gaat hij toch weer een moeilijke race beleven? Laat het weten in de comments hieronder. Vanavond uh, is dus de race om 8 uur met uh, Verstappen en Alonso op plekje 1 en 2. Laat sowieso je top 3 verwachtingen even achter in de comments hieronder. En dan zien we je morgen weer. Niks missen van het allerlaatste nieuws? Check dan gpfans.com of abonneer je even op dit kanaal. Tot dan, hoi!